Bonsoir, tout le monde. Je donne la parole à monsieur Rachid Chiap, l'entraîneur de nos visiteurs, pour son analyse du match. S'il vous plaît, monsieur. L'analyse est vite faite. J'ai le sentiment qu'on n'a jamais démarré ce match, mais on n'a jamais pu prendre ce match par le bon bout. Et puis à l'arrivée, bon, je ne vais pas dire résultat logique, mais on a été punis. Manquer d'engagement, d'agressivité, des lignes trop étirées. Donc voilà, la liste elle serait pas trop longue pour pouvoir tout exploser. Mais, grande déception, on a du mal à confirmer ce qu'on a fait la semaine dernière. Voilà, encore beaucoup de travail. Mais une équipe qui est encore irrégulière, inconstante dans ses résultats, capable du pire comme du meilleur. Voilà, bon, maintenant tout n'est pas ajouté, il faut se remettre en question. Il y a encore beaucoup de points à prendre et encore pas mal de matchs à jouer. Donc l'important c'est de regarder devant. La compétition est terminée, donc c'est le temps de l'analyse et puis après il faut avancer. Monsieur, mes leaders sont valorisés à chaque fois. Bien. Eerst en vooral, ik wil toch wel even melden dat ik onder de indruk ben van Moes Groen al heel het seizoen. Ik vind het chapeau aan hun, wat voor voetbal dat ze brengen, welke tactiek en technische vermogen proficiat aan de trainer. Analyse van de wedstrijd van vandaag. Uiteraard zijn we heel blij dat wij met 3 punten thuis hebben kunnen halen. Het is lang geleden. En die jongens hebben heel hard gewerkt in de voorbije weken. Voorbije thuiswedstrijden ook heel dikwijls heel dichtbij geweest om de 3 punten thuis te halen. Vaak niet gelukt de laatste minuten. Dus is het wel een grote opsteker voor heel de groep om vandaag de 3 punten thuis te halen. Over de wedstrijd ben ik in de grote lijn heel tevreden. We zijn heel goed begonnen aan die wedstrijd. We komen verdiend voor en dan gebeurt er iets wat er een beetje logisch is bij een ploeg die niet 100% met 100% vertrouwen speelt. En dat is dat wij voor de eerste keer in veel weken voorkomen en dan gebeurt er iets in de hersenen van een mens dat we denken van oei, wij staan voor, wat nu? En dan begin je automatisch één stap achteruit te nemen in plaats van vooruit en stilletjes aan verlies je de grip op die wedstrijd. Konden we niet genoeg druk brengen op hun nummer 6 of nummer 10, Michel. En dan kwam Moes Groen beter en beter in de wedstrijd. 1-1 met rust, logisch een tussenstand denk ik. Maar hoe dat mijn spelers gereageerd hebben in de tweede nacht en ze bleven vechten en ze bleven erin geloven. Chapeau voor hun. Ik ben vooral heel blij voor hun, want ze hebben het echt verdiend, vind ik. Op basis van kansen en op dat moment met hun tactische wissels, dat we uiteindelijk redelijk goed hebben opgelost. Dus dat is mijn conclusie. Heel blij met de 3 punten, heel blij met het spel in grote lijn. En, eigenlijk heel blij met de mentale weerbaarheid van mijn ploeg. Dankjewel. Jelle Christian, de vragen. Wat betekent die 7 klassementsleden? Voor ons? Niks. We gaan nog altijd op dezelfde plaats. Wat bedoel je daarmee, Thomas? Dat je op 3 punten komt van Beveren en niet ook nog. Ah ja, dat is juist. Ja. Maar ik zei dat nu al weken en dat zijn natuurlijk de grootste clichés in de voetbal, maar we kunnen het alleen maar doen van wedstrijd tot wedstrijd. En vandaag was het belangrijk om de 3 punten thuis te halen. Dat is gelukt. We komen iets dichterbij, maar we zijn ook nergens. Dus mij gaat je niet een zandpoortje zien vanavond. Dit was sluikreclame, even te zeggen. Andere question? Oui, monsieur Chiap. On entame de match un peu délicat. Vous l'attribuez davantage à un manque de sérénité ou bien au contraire un peu trop de confiance après le bon match de la semaine passée
vous l'expliquer d'une manière ou d'une autre. On n'a pas fait l'entame qu'on souhaitait. C'est l'inverse qui s'est produit. Alors les raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné, je pense tout simplement qu'on ne sait pas, on n'a pas été. Dans les mots, oui, dans les actes, on n'y était pas, voilà, tout simplement. Donc, sur les paroles, il faut poser des actes, et c'est ça qui est le plus important. On peut passer des heures à blablater, mais bon, ça reste que du blabla. L'important dans le football, c'est d'agir. Nog iemand? Arnaud de Beek, heb je er al over nagedacht wat je ermee doet? Ja, natuurlijk heb ik erover nagedacht. Het is natuurlijk zo dat de competitie primeert. Ik denk wel dat dat duidelijk is. Het is, vind ik, wel een voordeel dat we nu woensdag mogen en kunnen spelen. Waarom? Bepaalde jongens kunnen rust krijgen, kan ik rust gunnen. Bepaalde jongens zullen een kans krijgen. Hè? Dus, plus het is al zo dat het heen en terug is. Dus we gaan naar Charleroi gaan woensdag en we gaan daar een goede resultaat proberen neer te zetten. Maar er zullen uiteraard wel wat spelers zijn die of thuis blijven of op de bank zullen zitten. Dan bedoel ik jongens die meestal spelen. Heb je toch niet moeten kiezen tussen Hans en Lens? Voor woensdag? Nee, voor vanavond heb je toch niet moeten kiezen. Jawel, ik heb wel Bart Buijs is ziek uitgevallen van de morgen. Dat bedoel ik, dat je ze alle twee. Ja, maar ik had al mijn keuze gemaakt 10 dagen geleden ook. Dus op dat vlak is er niks veranderd van de morgen. Alleen dat Bart uitgevallen is, is jammer. Bart is heel goed aan het spelen de voorbije weken. Maar ik wil toch wel een grote dikke pluim in Dennis zijn achterluik steken. Waarom? Die jongen heeft linksachter moeten spelen vandaag. En hij heeft het redelijk moeilijk in de eerste helft. Omdat hij op zijn verkeerde voet stond te voetballen. Maar hoe dat hij zich herpakt heeft, dat is echt een pluim waard. Al of niet.